En hier is weer een gloednieuwe De Straat. Een aflevering die heel veel speciaal is natuurlijk. Want we gaan het hebben over alle acties van die winkelketens altijd doet. Die supermarktketens. Dat het de ene hebben moestuintjes, de andere hebben poppetjes. En die hebben smurfen en die hebben knijntjes. We gaan vragen wat de mensen er allemaal van vinden. Leuk of niet leuk? En nou heeft Albert Heijn, geloof ik, die heeft weer allemaal acties. Moestuintjes en er zijn zoveel meer winkels die dat doen. Wat vindt u daarvan? Vindt u dat leuk of niet? Voor mij hoeft het niet. Wij zijn alleen. En wij hebben zoveel niet meer nodig. Want wij hebben allebei geen man meer. Dus we hebben... En geen ruimte. En alles wat ik nu krijg, ook, dan geef ik weg aan mijn kinderen. Als ik is, daarom geven ze vanavond bij ons een bingo. Maar dan gaan ze met cadeaubonnen werken. Want alles wat ze hebben en zijn broodroos, dan hoor je zeggen, dat is voor mijn kleindochter. Want wij hebben dat niet meer nodig, meneer. We gaan opruimen. Nou, in een post voor het leven. Ja, maar ik bedoel, je hebt toch wel een mening. Vinden jullie het leuk dat al die poppetjes voor kleinkinderen? Of? Nee. Kleinkinderen vind ik het wel leuk, want ik heb twee achterkleinkinderen. Eentje van drie. Mijn kind is 22. En mijn oudste wordt van de week op mijn verjaardag, want ik ben van de week jarig, wordt hij 30. Nou, ik ben in drie hoor. Al die acties die de supermarkten doen, wat vindt u daarvan? Ik bedoel, die smurfjes, die poppetjes, moestuintjes, weet ik wat je allemaal kan krijgen. Wat je op de computer krijgt, die zogenaamde prijzen die je wint? Of? Nee, het is als je tegenwoordig de winkels in gaat, dan hebben ze allemaal van die kleine levensmiddelen dingetjes. En dan gaan de mensen spaarkaarten en dan gaan ze ervoor sparen. Wat vinden ze ervan? Nou, ik vind het prima, maar ik heb geen kleine kinderen meer. En ook geen kleinkinderen die zo klein zijn. Dus, nee. Dat... U gaat er niet speciaal voor naar de winkel? Nee. Dat... Ja, oké. Okay. Voor mij hoeft het niet, maar... Nee, u hoeft het... maakt u niet uit als... Het maakt me niet uit, nee. Ook niet als spaarkaarten vol is en zeg maar dat je bij 10 spaarkaarten een tientje korting hebt, ik noem maar wat. Nou ja, dan wordt het interessanter. Dan is het wel. Oké, hartstikke fijn, ja. Dank u wel. Wat vinden jullie van al die acties, zeg maar van die supermarktketens, smurfen, poppetjes, moestuintjes. Wat vinden jullie daarvan? Vinden jullie dat leuk? Dat moet je aan de vrouw vragen, hè? Aan de vrouw vragen. Nou, wij vroegen het jou of dat die vraag. Nou, ik vind geef dan gewoon korting op producten. Maar ja, voor de kinderen is het weer leuk om die producten. Dus om dan die mensen naar de winkel, naar de supermarkt te krijgen. En kinderen hebben de macht, hè? Zeggen ze toch? Ze zeggen. Zijn de baas? Ja, oké, maar net zoals bijvoorbeeld met die moestuintjes, weet je. Dan heb je het idee van, nou, de mensen die kennen dan zelf groene vingers en dit en zo. En dat is allemaal heel netjes. Maar is het eigenlijk, is het niet zo dat het eigenlijk klantentrekken binderij is? Ja, maar nou. Dat is met alles. Dat is met alles. Kijk maar bij Kruidvat. Hele leuke aanbiedingen, maar ze hebben ze niet in de winkel als je er naartoe gaat. Dan neem je misschien wat anders mee. Ja, tuurlijk. Daar gaan ze voor naartoe natuurlijk. Maar waarom nemen we dat dan allemaal? Als het eigenlijk, even heel zwart gezien, allemaal flessentrekkerij is. Waarom doen we dat dan? Want iedereen vindt het leuk om die rijtjes, poppetjes. Nederlanders. Je krijgt wat, hè? We krijgen weer wat. Dus we doen. Want wij zijn toen in Australië geweest. En dat is ook een actie. Hadden ze ook een actie bij Woolworths. Wat voor actie? Dat ging over dinosaurussen. Dinosaurusboek. Ja, dat was een hele grote winkel. Dus het is niet alleen. Nee, nee, dus... Dus gewoon blijven doen? Blijven doen, ja. Ja. Wat wij eraan doen? Nee, niet zo. Ga je ervoor terug? Nee. Nee, wij gaan niet speciaal boodschappen doen. Nee. Niet voor zeg maar? Nee. Ja, meestal ook naar de Lidl, hè? Ja. Je doet niet aan mee, geloof ik, de Lidl. Oh, sluit me dood. Mijn korreltje doet wel dood. Ik weet. In ieder geval duidelijk. Hey, hartstikke bedankt, hè? Hoi, hoi.